het gewoon maar weten. Openstaande ramen. We zijn hier vandaag op het brandweeroefencentrum in Wijster in Drenthe. Dit is een trainingscomplex voor de brandweer waar verschillende soorten objecten staan zoals treinen, bussen, gebouwen, parkeergarages. We gaan hier vandaag diverse scenario's die ook op Schiphol plaats kunnen vinden beoefenen. En dat doen we met de brandweer, de Koninklijke Marechaussee, de ambulancedienst en het regiecentrum van Schiphol. Het eerste scenario is een scenario wat gaat over geweld tegen hulpverleners. Een mevrouw fietst in de straat en die doet een 112 melding dat er brand is in een woning. Alleen op dat moment dat zij belt, wordt zij belaagd door degene die bij dat brandende pand horen. Ja, op dat moment trekt de brandweer zich terug en zal de marechaussee moeten optreden om die situatie weer veilig te maken. Maar ze hebben ook een slachtoffer en ze hebben ook een brand. Alleen ja, zijn veilig zal moeten worden gegeven door de marechaussee. Is het helemaal veilig qua omstanders? Qua omstanders wel. Oké, wij gaan met nummer 2 naar binnen, mijn collega met nummer 4. We oefenen hier met name de onderlinge samenwerking, de communicatie en de afstemming. Het is heel belangrijk om hetzelfde beeld te hebben en ook van elkaars processen af te weten. Wil je de beste zorg zeg maar geven en de beste hulp, dan moet je gewoon onderling goed afstemmen. Oké. Dat is dat? Oh, lekker. Prima, gaan we staan. De persoon eventjes ontkleed en er blijkt iets van een explosief op de buik te zitten over. En het echt, en ook hier in de oefensituaties, moet op heel korte termijn moet er een besluit worden genomen. Dus er wordt echt verwacht dat de mensen weten waar ze het over hebben, verstand hebben van zaken, maar ook een besluit durven nemen. Maar als we hulpverleners een onveilig gebied insturen, nou, dan hebben we misschien nog wel een groter probleem. Er is een persoon aangetroffen achter het pand met een bomgordel. Dus ze houden eigenlijk de veiligheidsafstand van 50 meter. Er is gekozen voor een oefenlocatie buiten Schiphol. Eigenlijk alles is op dit oefenterrein aanwezig en het is ook goed dat we met z'n allen even ergens anders zijn. We oefenen regelmatig op Schiphol in klein verband met marechaussee en brandweer, maar zo groot in dit verband doen we niet veel. En juist dit soort momenten zijn voor ons heel erg belangrijk. Ja, je ziet de samenwerking groeien, waarbij je op de eerste dag de dienst nog naast elkaar ziet werken. Zie je op de tweede dag dat bijvoorbeeld de marechaussee de brandweer komt helpen bij het uit het pand halen van de slachtoffer. Nou, dat is super mooi, want dat is ook keihard nodig in de praktijk. De trainingen zijn meer dan geslaagd zelfs. En we kunnen dus samen ook alle incidenten gewoon aan. Dat hebben we hier gezien. En dat maakt uiteindelijk dat we gewoon samen sterk zijn. Bericht aan alle eindoefening.